Lando telt veel inwoners die als hobby een of andere kunstvorm hebben. Natuurlijk willen ze af en toe graag aan de buitenwereld laten zien wat er gemaakt is. Maar dit jaar bleek voor Landarte een expositie niet mogelijk te zijn. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden, dachten Willy Rox en Wim van Prooijen uit Zeeland. Een kunsttentoonstelling en corona, dat gaat niet heel goed samen. Nee. Maar Landarte heeft er iets op gevonden. Ik sta hier in de werkkamer van Wim van Prooijen en Willy Rox. Ja. Wim, jij bent de voorzitter van Landarte. Ja. Dus om met jou te beginnen, welk idee hebben jullie naar voren gebracht? Nou, we vonden het zo jammer dat niet de kunstenaars hun werk konden laten zien, maar ook dat de mensen die normaal naar onze tentoonstellingen komen, niet konden genieten van al het moois wat er gemaakt is. Vorig jaar hebben we zo'n 1000 mensen ongeveer te gast gehad, hè? Ja, elk jaar hebben we ongeveer 1000 bezoekers. Ja. Nou, dat zou zo zonde geweest zijn. Dus we hebben gedacht, hoe lossen we het op? Landen TV. We gaan vragen of die ons kunnen helpen. Ja, het gebeurde zoals je het nou deed? Nou, het ging heel vlot. Heel, heel vlot. En dat vonden we zo plezierig. Vandaar dat jullie nou hier te gast zijn bij ons. Mm-hmm. Dus het idee zat eigenlijk al helemaal volgebakken in het hoofd. En dan? En dan leg je dat bij Landen TV neer. En dan zien ze gewoon van, oh ja, natuurlijk kan dat. Mm-hmm. Want daar is geen rare vraag of zo. Daar kunnen wij gewoon. En wat willen jullie precies gaan doen, Wim? Wij willen dus in een aantal uitzendingen, die ingedeeld worden door Landen TV uiteraard, willen we laten zien schilderwerk, keramiek, wol, filter, of hoe moet ik het noemen? Wol, ja, textiele werkvormen moet je zeggen. Ja. Ja. We hebben een interessante dichter uit Schaik bereid gevonden om wat te vertellen. Een afsluiting, nee, als afsluiting van elk blokje, geloof ik. Ja, van elke. Maar hoe was de reactie bij de leden, Willy? Nou, ik had niet verwacht dat ze allemaal mee zouden gaan doen, maar dat allemaal is wel gebeurd. Ja. Echt allemaal. Ja. Dankjewel, Willy. Graag gedaan.